Hallo beste kijkers. In dit filmpje gaan we kijken naar populaties in de ecologie. Een populatie in de ecologie is eigenlijk heel eenvoudig. De verzameling van alle exemplaren van een bepaalde soort in een ecosysteem. Het is een beetje vergelijkbaar met de evolutionaire definitie van een populatie. Maar daarin kijk je ook natuurlijk naar veranderingen op lange termijn. En naar meer of minder paren binnen en buiten de populatie. Dat is in de ecologie iets waar je vaak niet zo heel erg naar kijkt. Binnen zo'n populatie kunnen die soorten elkaar natuurlijk helpen of juist een beetje concurreren en tegenwerken. Die twee zaken zal je dus vaak observeren. Er kan concurrentie zijn, bijvoorbeeld om beschikbaar voedsel of beschikbare nestgelegenheid of beschikbare voortplantingspartners en dergelijke. Dat soort dingen, daarin merk je competitie op. Maar er is ook mogelijk coöperatie, bijvoorbeeld als leeuwen samen jagen, dan is dat natuurlijk een typisch gevalletje van samenwerking. En dat kan voor een populatie ook heel erg belangrijk zijn. Leeuwen die zullen in groepen beter functioneren dan alleen en dan is coöperatie belangrijk voor het voortbestaan van de populatie. Binnen zo'n populatie zie je ook bepaalde verspreidingspatronen. Een organisme zal vaak niet homogeen verdeeld zijn over alle vierkante meters van het ecosysteem, maar op bepaalde plekken meer voorkomen en op andere minder. Daaruit volgen eigenlijk drie mogelijke soorten verspreiding, gegroepeerd, regelmatig of willekeurig. En de achtergronden daarvan kunnen variëren. Regelmatig verspreid, dan is waarschijnlijk het hele ecosysteem overal wel gunstig. Zijn er geen uitzonderingen zoals plassen of rotsen of wat dan ook die het verspreidingspatroon kunnen veranderen. En dan zie je soms dat de organismen keurig netjes verdeeld gaan zijn. Het kan ook random zijn, die verdeling kan ook optreden. Of juist gegroepeerd als dieren bij elkaar willen voorkomen of planten. Dan kan het zijn dat ze om die reden gegroepeerd terechtkomen. We gaan er nog een voorbeeld van zien ook. Gegroepeerd verspreid ganzen die om de veiligheid in groepen leven. Ja, die zullen dus niet elke vierkante meter één gans zijn, maar op de ene akker een heleboel ganzen en op de andere geen. Omdat ze nou eenmaal in elkaars nabijheid veiliger zijn dan solitair. Hier zie je een typisch voorbeeld van regelmatig verspreid. Dat geldt niet voor het moment dat deze Jan van Genten aan het vissen zijn. Dan zitten ze meer gegroepeerd in bepaalde visscholen. Maar hier op de kolonie, de broedkolonie op een eiland, daar zijn ze regelmatig verspreid. En dat is heel erg praktisch veroorzaakt. De afstand tussen twee Jan van Genten is precies twee snavels. Ze kunnen elkaar wel net raken, maar geen pijn doen met deze afstand. We hebben net genoeg privacy. En gebruiken als soort wel zoveel mogelijk van de beschikbare broedoppervlak. Ze zoeken natuurlijk vaak eilanden op. En die zijn er niet zoveel in de buurt van de oceaan. Dus ook heel veel vasteland. Maar op die eilanden missen vaak vossen of wolven. En dat geeft een extra stuk veiligheid natuurlijk aan die kolonie. Waardoor ze maximaal willen profiteren van de grond die er is. En wel dicht op elkaar gaan zitten. Maar ze moeten ook wel een beetje privacy hebben natuurlijk. Als ze nog veel dichter tegen elkaar komen te zitten, dan gaan ze elkaar verwonden door het pikgedrag en dan zou het weer niet goed werken. En daardoor krijg je dus deze hele regelmatige verspreiding, die tegenwoordig soms zelfs met satellieten of drones wordt gebruikt om populatieaantallen van dit soort dieren te schatten. En willekeurig verspreid, dat kan dus ook, om wat voor reden dan ook. Het kan zijn dat stukjes van het ecosysteem ongeschikt zijn, het kan zijn dat het toeval gewoon een belangrijke rol speelt. Als je kijkt naar het koloniseren van een zandbank door windverspreide zaden, dan kunnen die zaden gewoon domweg niet overal tegelijk en gelijkmatig neerkomen. En zal je bepaalde kiemplantjes hier wel zien en daar niet, zonder dat daar waarschijnlijk een logische achtergrond voor is. Populatiedichtheid wordt natuurlijk uitgedrukt in hoeveelheden per vierkante meter of in het water per kubieke meter. En daar zijn natuurlijk twee mogelijke hoofdfactoren weer die dat kunnen beperken of bepalen. En dat zijn weer de abiotische factoren, de natuurkundige, scheikundige factoren, zeg maar. En de biotische, de levende, de organismen die bepalend zijn voor hoeveel van andere organismen er kunnen leven. Die variabelen kunnen dichtheidsafhankelijk of dichtheidsonafhankelijk werken. En daar gaan we nog eens even naar kijken hoe dat precies zit.
Dichtheidsonafhankelijke variabelen zijn meestal abiotische factoren. Die werken bijvoorbeeld in een grote hoeveelheid organismen hetzelfde als in een kleine hoeveelheid. Neem bijvoorbeeld hitte. Als 10% van een populatie niet tegen hitte kan, dan gaat 10% van die populatie dood. Of we het nou hebben over 100 of over 10.000 exemplaren van een bepaalde soort. 10% gaat dood en daar is dus geen dichtheidsafhankelijk effect. Vandaar dus dat het vaak abiotische factoren zijn. Zonder onderscheid des persoons of des individuus. Er gaat een bepaalde hoeveelheid, kan er wel of niet ergens tegen. Maar er bestaan ook dichtheidsafhankelijke variabelen. Die zijn ook wel heel erg belangrijk en interessant. Die werken sterker als de dichtheid van een populatie groter is. Als er meer exemplaren van een soort ergens voorkomen, gaan dichtheidsafhankelijke variabelen ook sterker spelen. Bijvoorbeeld bij honger. Als er te weinig voedsel is, dan kan hongersnood makkelijker optreden en veel meer slachtoffers maken dan wanneer er minder dieren zijn en de hongersnood dus niet zo snel zal optreden. Ziektes, veel besmettelijke ziektes, die zullen juist optreden als er veel exemplaren elkaar kunnen aansteken. Dat betekent bijvoorbeeld dat je in een kleine populatie 5% van de dieren door een bepaalde ziekte dood gaat krijgen. Terwijl in een hele dichte populatie, misschien wel 45% van een bepaalde soort, zal uitsterven. Dat is typisch dichtheidsafhankelijk. Het percentage sterfte is hoger naarmate de populatie dichter is. Hetzelfde geldt voor parasieten en roofdieren. Roofdieren hebben vaak een bepaalde specialisatie. Het is niet effectief voor een roofdier om zich te specialiseren op een prooisoort die ze maar eens in de week tegenkomen. Een prooisoort die algemeen voorkomt, daarvoor is het zinvol om je jachttechniek te perfectioneren. En dan zal je misschien dus ook bij roofdieren zien dat er dichtheidsafhankelijke factoren een rol spelen op hun prooi. Zelfs los van andere organismen kan de dichtheid van de organismen zelf ook wat effect hebben. Je ziet hier wat er gebeurt als je in een kubieke meter, waar dus allerlei trappetjes en dingen in zitten, muizen gaat houden. Als je 34 muizen op een kubieke meter houdt, dan zijn er veel van die vrouwtjes zijn zwanger en er ontstaan vrij grote worpen van jongen. Ga je dan met verschillende stappen dat ophogen tot wel 1600 muizen in een kubieke meter, dan zie je dat het percentage zwangere vrouwtjes omlaag gaat. Er is meer stress door onderlinge ruzie en dergelijke. En de hoeveelheid jongen per vrouwtje is ook lager. Dat is dus dichtheidsafhankelijk. Want alle vrouwtjes hebben al gemiddeld minder jongen. De voortplantingssucces wordt minder door de dichtheid zelf. En het is dus een effect binnen de soort van de dichtheid van de soort zelf. En niet van roofdieren, prooidieren, voedsel en dergelijke. De populaties van een organisme die ergens terechtkomen, die kunnen op verschillende manieren groeien. En daarvoor moet je vooral twee mogelijkheden in het oog houden. Je hebt de mogelijkheid dat een soort gaat groeien volgens een J-curve. Nou, J heeft een sterk omhooggaande lijn. Een populatie groeit explosief. Een bepaalde soort komt ergens terecht. De populatietoename is enorm, heel sterk. En uiteindelijk kan het zijn dat de populatie helemaal niet meer daar kan leven, omdat er gewoon te veel van die soort zijn. Bijvoorbeeld een planteneter, die kan alle planten opgegeten hebben en vertrappen. Dan houdt het op met zijn bestaan daar en de populatie stort in. Misschien dat de sterkste overleven en er daarna weer de populatie opkrabbelt. Het kan zelfs zijn dat die soort op dat moment op die plek weer uitsterft. Als soorten veel nakomelingen hebben, is de kans op zo'n J-curve natuurlijk het grootst. Een tijger met een paar jongen per jaar zal niet zo snel een populatiegroei volgens een J-curve kunnen laten zien. Een ook veel voorkomende curve is een S-curve. Daarbij groeit de populatie wat geleidelijker, niet zo explosief. En heb je wat meer kans dat die populatie toegroeit naar wat de draagkracht van het ecosysteem heet. Dus hoeveel exemplaren van een bepaalde soort kunnen er ergens voorkomen. Overigens is ook het gedrag van zo'n soort daarbij belangrijk. Sommige soorten zullen sowieso geen J-curve laten zien, omdat ze bijvoorbeeld heel sterk territoriaal zijn. Tijgers verjagen ook andere tijgers uit hun territorium. Dat betekent dat de dichtheid van tijgers nooit idioot hoog kan worden. En die zullen dus altijd volgens een S-curve
een nieuw gebied koloniseren en niet via een J-curve. Hier zie je dat nog eens in een grafiek. Bij de J-curve beginnen we dus met heel weinig organismen en ineens krijgen we er ontzettend veel. We schieten door de draagkracht heen en wat er daarna gebeurt, ja, in ieder geval stort de populatie dus in tot nul of tot weinig, waarna het weer opkrabbelt. En een S-curve, daarbij zien we dus een veel geleidelijkere groei en blijft de populatie over het algemeen binnen wat het ecosysteem als draagkracht heeft, hier in het Engels, de carrying capacity. Het aantal individuen wat binnen dat ecosysteem op een fatsoenlijke manier kan leven, zeg maar. De totale samenstelling van het ecosysteem is daarbij ook belangrijk. Bijvoorbeeld wolven die kunnen effect hebben. Hier zie je wat er gebeurt bij elanden die ergens een gebied koloniseren. Volgens een J-curve zijn er op enig moment, enkele jaren later, 5000 elanden. Dat is wel heel erg veel. Die verhongeren en daarna schommelt de populatie weer. Bij de aanwezigheid van wolven zie je dat er geen J-curves meer optreden. De populatie blijft op een wat natuurlijkere manier onder controle. En dat effect van predatoren op prooidieren, dat zie je heel vaak. Predatoren hebben invloed op hun prooidieren omdat ze er een aantal opeten. Maar het effect op het gedrag van de prooidieren is eigenlijk vaak voor een ecosysteem nog belangrijker. Bijvoorbeeld in de buurt van een plek waar wolven hun nest hebben en dus veel komen, daar zullen de bomen beter groeien omdat planteneters die plek als de pest zullen mijden vanwege de aanwezigheid van die wolven. Binnen een populatie kan natuurlijk groeien of hij kan afnemen. Er zijn een aantal parameters voor. Als er een organisme sterft, dan is de populatie kleiner. Wordt er een geboren, dan is die weer groter. Vliegt er eentje weg of loopt die, dan is er een migratie, populatie kleiner. Komt er een binnen van buiten, dan stijgt de populatie weer. Natuurlijk is de populatiegrootte in het volgend jaar een netto effect van deze vier parameters. Waarbinnen je natuurlijk ook nog wel naar oorzaken en dergelijke kan kijken. Maar uiteindelijk kan je met deze vier parameters een sommetje maken over hoe de populatie over een jaar zal veranderen. Voor bescherming van soorten is het heel erg belangrijk dat je een beetje weet welke factoren er misschien veranderd zijn. Een soort kan bijvoorbeeld zijn jonkies niet meer groot krijgen. Dan is de geboorte nog wel op peil, maar de sterfte is te hoog. Een soort kan bijvoorbeeld om wat voor reden dan ook niet blijven in een bepaald gebied. Door verstoring of zo, dat alle jongen vertrekken en dat daardoor de populatie kleiner wordt. Als je beschermingsmaatregelen voor een dier wil nemen, dan is het belangrijk dat je daar iets van weet. Dan hebben we dus nog het verschijnsel exoten, een soort die met een nieuwe populatie ergens begint en zich daar handhaaft. Een toevallige soort die eens een keer met een bananenboot meekomt, maar in Nederland het klimaat niet overleeft, dat wordt geen exoot. Want een exoot is een soort die zich vestigt. Hier hebben we bijvoorbeeld de halsbandparkiet, die in West-Nederland heel bekend is. In allerlei parken zit die, een keer losgelaten en nu duizenden op het lange voorhout van Den Haag elke avond. Die exoten die kunnen soms enorme problemen opleveren en vooral als ze via een J-curve kunnen groeien, dus als ze veel snelle voortplanting hebben, dan is het effect wat groter. Als er weinig natuurlijke vijanden voor die soort in het nieuwe ecosysteem zijn, kunnen ze ook sneller groeien. Als ze een beetje agressief zijn naar andere soorten, hebben ze veel meer invloed op die andere soorten en zullen dus ook andere soorten een beetje kunnen bedreigen en generalisten dat is het tegenovergestelde van specialisten. Als soorten eigenlijk van alles en nog wat kunnen leven, alles lusten bijvoorbeeld, dan zijn het generalisten en dan kunnen ze makkelijker in een nieuw ecosysteem overleven. Hier zie je het voorbeeld van de verspreiding van de rode en de grijze eekhoorn in Engeland en Ierland en Schotland. De grijze eekhoorn is in centraal Engeland geïntroduceerd, is iets groter, iets sterker en iets agressiever dan de rode eekhoorn. Heeft verder dezelfde hulpbronnen uit de natuur nodig. En je ziet dat de rode eekhoorn op het eiland Wight en nog ergens in Engeland nog voorkomt. Maar verder volkomen verdreven is door de grijze eekhoorn, die gewoon een losgelaten immigrant uit Noord-Amerika is. Die dus net wat competitiever is en daardoor de strijd om het bestaan in dat gebied wint. Het is een kwestie van tijd dat die grijze eekhoorn ook de rest van de Britse eilanden zal veroveren. En de rode eekhoorn een bedreigd bestaan gaat houden op het eiland Wight en misschien nog een paar eilanden.
waar de grijze dan niet zomaar naartoe kan zwemmen. Soms zijn die exoten expres uitgezet, bijvoorbeeld voor de jacht of uit nostalgie. Met zijn spreeuwen die in gebieden waar Europese kolonisten naartoe gingen zijn uitgezet. Dat kan expres zijn, maar ook heel vaak is het niet expres. Hier zie je een kaartje van Australië waar de suikerrietpad is uitgezet. Die gebieden in Australië die hebben daar veel last van. Die suikerrietpad die kan heel snel voortplanten. Hier heb je hem. Hij is uitgezet om kevers in het suikerriet te eten. Maar hij was eigenlijk veel meer gecharmeerd van makkelijker ander voedsel. En komt nu overal voor, ook waar helemaal geen suikerriet zit. En is een grote plaag in allerlei tropische gebieden met veel vegetatie in Australië. Er wordt zelfs door vrijwilligers op die padden gejaagd. En daar worden gewoon met duizenden tegelijk tot een soort van kunstmest gemixt. Omdat er zoveel zijn. Ze zijn ook slecht voor andere organismen, bijvoorbeeld omdat ze giftig zijn. Slangen en krokodillen wennen er langzaam aan, maar er zijn er ook heel veel aan dood gegaan aan die padden. Hun gif is behoorlijk sterk. Dus heeft enorme invloed op het ecosysteem in Australië. En ze hadden in Australië natuurlijk wel beter kunnen weten met het introduceren van exoten. Want ze hebben natuurlijk ook al ooit de konijnen geïntroduceerd, die tot het uitsterven van heel veel plantenetende buideldieren hebben geleid. En toen dachten ze, dan gaan we vossen introduceren, maar die aten ook liever langzame buideldieren dan snelle konijnen. Dus er waren weer nog meer soorten buideldieren die daardoor uitstierven. Er zijn ook heel veel soorten die gewoon per ongeluk ergens terechtkomen. Door de handel in planten wereldwijd komen er ook allerlei insectjes mee. Door de handel in oude autobanden zelfs komen er muggenlarven mee waar je mee uit moet kijken omdat die virussen kunnen verspreiden. In ballastwater van schepen bijvoorbeeld, als je ergens containers laat in schipkontscheef te hangen, dan ga je aan de andere kant van het schip wat water innemen om weer recht te hangen. Ja, daar zitten larven in bijvoorbeeld van zeepokken en van kreeftjes en van alles en nog wat. Die neem je gewoon weer mee naar Rotterdam en dan laat je dat water lopen en dan zitten die larfjes in Nederland. En daarna ook natuurlijk als ze uitgroeien de volwassen organismen. Dat heeft tot heel veel onbedoelde verspreiding van allerlei dieren geleid. Op schepen, de bruine rat is bekend, die kwam al na de middeleeuwen met de ontdekkers mee naar allerlei eilanden. De huiskraai is een bekende, die heeft in Hoek van Holland een poosje gezeten, met schepen meegekomen. Ziekten zijn natuurlijk ook eigenlijk exoten die levende mensen meenemen. Je weet allemaal dat de kolonisten in Noord- en Zuid-Amerika niet vriendelijk waren voor de Indianen. Maar het grootste probleem voor de Indianen was misschien nog wel het feit dat mensen allerlei bacteriën bij zich droegen waar zij niet tegen konden, omdat ze daar niet mee opgegroeid waren. De mazelen hebben waarschijnlijk meer Indianen het leven gekost dan allerlei oorlogs- en agressieve handelingen. Mensen maken natuurlijk ook af en toe prachtige bruggen en tunnels en zo. Daar kunnen dieren weer overheen. Het Suezkanaal en het Panamakanaal hebben veel invloed gehad op ecosystemen aan weerszijden. Vooral het Suezkanaal, omdat dat vrij recht loopt zonder veel sluizen. En daar allerlei dieren door van de Rode Zee naar de Middellandse Zee en de andere kant op konden migreren. En soms is zo'n exoot een eenmalig iets en is die niet zo agressief en levert die niet zoveel ecosysteemproblemen op. Maar soms is het een plaag die bestreden moet worden, die heel veel geld kost. Neem bijvoorbeeld de muskusrat in Nederland, die bestreden moet worden omdat hij onze dijken kapot graaft. Ja, als die hier nooit gekomen was, dan hadden we alle rattenvangers niet nodig gehad. Dan hebben we natuurlijk ook nog huisdieren, die zijn uitgezet of ja, gewoon zoals je lieve katje die hier in Nederland al kwaad kan voor vogels, maar geen hele populatie schaadt. Maar er zijn heel wat katten van vuurtorenwachters die op afgelegen eilanden zeldzame populaties van winterkoninkjes hebben uitgeroeid en dergelijke. En geiten die op heel veel tropische eilanden terecht zijn gekomen met schepen mee. Die hebben natuurlijk ook ontzettend veel eilanden kaalgevreten en daar voor een heel ander ecosysteem gezorgd met veel minder soorten die ervan natuurlijk voorkwamen. Het kan ook half natuurlijk. Ontbossing en grondgebruik door mensen die leiden soms ook tot andere dingen. Bijvoorbeeld de koereiger is een bekend voorbeeld.
die kwam in West-Afrika steeds meer voor, omdat het regenbos van Zuidwest, van Nigeria en omstreken, grotendeels werd gekapt voor veeteelt, dus meer koereigers. Er waren er ook meer daardoor af en toe de oceanen van Zuid-Amerika. En nu leven ook koereigers in Noord- en Zuid-Amerika, omdat ze zich vanuit die kolonisten over het hele continent hebben verspreid. Dus het is niet helemaal natuurlijk, maar ze zijn wel gewoon overgewaaid zelf. Dus dat is dan wel weer natuurlijk. Dus ja, een beetje een exoot en een beetje niet. Gelukkig leveren de koereigers in Amerika niet zoveel problemen op, omdat ze eigenlijk voornamelijk bij de koeien, die ook niet natuurlijk waren, daar leven. En tenslotte hebben we natuurlijk ook de situatie dat de organismen zich aan klimaatverandering aanpassen. Een bepaalde populatie kan ergens op een bepaald moment niet leven omdat er bijvoorbeeld ze bos nodig hebben en het is ergens anders nog kale rots. Wordt het warmer en er gaat wel bos groeien en dan kan je een gebied koloniseren. En dan ben je je dus eigenlijk aan het aanpassen aan de klimaatverandering. Dat noemen we dan geen exoten, maar soorten die zich natuurlijk verspreiden. Er worden elk jaar in Nederland allerlei insectensoorten ontdekt die zich gevestigd hebben. En een tijgerspin komt tegenwoordig in Nederland voor, die vroeger alleen in Spanje en Frankrijk voorkwam. We hebben de settiszanger die inmiddels in Nederland helemaal niet zo bijzonder meer is, maar vroeger echt een Franse soort was en zuidelijker. En zo zijn er heel veel soorten die dus hun areaal veranderen, omdat ze nou eenmaal ergens kansen krijgen die er voorheen niet waren. Natuurlijk moet je met die exoten uitkijken, er is daar een wetgeving. Als je naar een vrij ver land gaat, bijvoorbeeld zelfs naar Engeland kan het al een rol spelen als het gaat om je hond en zijn inentingen. Maar naar Australië toe moet je vooral geen appeltjes, peertjes en dat soort dingen meenemen. Naar Noord-Amerika ook niet. Want de problemen als er ziektes op jouw appeltje of je peertje zouden zitten enzovoorts, die kunnen natuurlijk in die landen veel erger zijn doordat er de veeteelt en landbouw daar kunnen worden geschaad. In Australië is het zelfs zo dat als een vliegtuig landt, dat er eerst insecticiden worden gespoten, omdat men daar geen kolonisatie van muggen met virussen wil. Want dat levert op dit moment in Noord-Amerika bijvoorbeeld heel veel problemen op. Het West-Nijl-virus heet niet voor niks West-Nijl-virus, maar komt nu ook in Noord-Amerika veel voor. En levert heel veel gezondheidsschade en kosten op. Daar wil je natuurlijk liever niet aan. Vandaar dat er ook, als het gaat om over de wereld slepen van allerlei organismen, nogal wat wetgeving is. Dat was het weer voor dit filmpje. Tot een volgende.